dames en heren, wat een fantastische opkomst. Hartelijk welkom hier in Donner. Ja, jullie komen speciaal voor Tim Hofman. Geef hem een warme applaus. Hij zal voordragen uit eigen werk. Jullie kennen het boekje al. Voor zover jullie dat nog niet aangeschaft hebben, kunnen jullie dat aanschaffen. Er is een hele grote stapel daar. Direct na zijn voordracht gaat hij hierheen op een stoel zitten. Ja, en dan gaat hij signeren. Komt allemaal in orde. Wordt een fantastische middag. Tim Hofman. Tering, veel mensen. Gezellig. Zo, een beetje voorlezen voor jullie. Stel, je hebt een verzoekje, dan mag je die altijd roepen. En verder ga ik gewoon voorlezen. En is mij gevraagd om dat niet te lang te doen, omdat we een signeersessie doen. En volgens mij gaat dit 4 jaar duren als ik iedereen. Ik ga voorlezen. Wat zeg je? Wil je Mick Jagger doen? Mick Jagger? Ja, maar die is moeilijk. Nee. Nee, maar. Stop mij ook niet. Ik ga. Kom zo even, leg hem van je uit. Ja? Doe ik dat wel even, want ik kan het anders niet. Zal ik beginnen met wat luchtigs? Fransjes misvatting omtrent het fenomeen groepsverkrachting. Ja, ze hebben me nou al uitgenodigd. Ik kan niet meer weg. Van afstand. Nam Fransje. Alle dames nog maar eens. Stuk voor stuk onder de loep. En dacht. Weet je wat? Ik doe gewoon de hele groep. Het is rot als je je moeder mee hebt genomen nu, hè? Mijn ex-vriendin had anorexia en ik had daar last van. Dat is echt gebeurd. Terwijl jij calorieën telt en weer prevelt van te veel, raakt je geest verder bekneld in wat je lichaam niet meer wil. Werpt een holle blik naar mij, voelt voor beide veel te vol. Van honger of verdriet, gezicht uit zicht, zo eist de tol. Ik heb mijn hel in jou geteld, en het was niet meer genoeg. En ik heb je het gebrek verteld waarop je mij toen vroeg. Ga je bij me weg? Ik zei, ik kan niet meer, ben leeg. Het is niet zozeer jouw gewicht, maar wat je ziekte weegt. Doe dan. Hoe ik altijd lieg dat ik geen kinderen wil. 76. Daar zit ze, hem aan te staren, spreekt opeens van levenbaren. Mijn lichaam wil een kindje, wil jij dat ook, wat vind je? Hij antwoordt niet, maar wil van wel. Hij antwoordt niet nu, gaat te snel. Wil je dat ik dan vader ben? Ze knikt, verlangt een stuk van hem. Hij wil dat ook, een stuk van haar, maar zwijgt erover en gebaart. Kom eens hier, hij fluistert wat. Ze buigt voorover, luistert wat. Haar wangen door een traan gedoopt. Je durft niet, zegt ze. Ik ontken hoe zij voorgoed bij mij wegloopt en ik weer bij mezelf wegren. Bladzijde 38. 38? Verzoek euthanasie. Het ding is, ik reed hier naartoe, het was ook een heel mooi gesprek over het, dat je eigenlijk twee pijlers hebt in het leven. Het onvermijdbare en het maakbare, onvermijdelijke en het maakbare. En geboren worden, dat overkomt je gewoon, kan je niks aan doen. En sommige mensen vinden dat rot. Want ja, dan ben je hier opeens en dan moet je leven en dan moet je eruit zitten en ja, kut. Nou, ik heb dat zelf niet zo, maar het kan gebeuren dat je het wel hebt. En dit heet Feutanasie, gaat daarover. Jullie snappen de titelgrap wel, toch? Anders is daar de uitgang. Verstikt en navelstarend, dreef ze badend in verwater. Leek genade zorgenbarend en werd haat haar escapade. Tegen alles op te kijkend, door druk bij kans bezwijkend, dacht ze her en haalde lijkend, was ik maar een innerlijkje. Naar die tere tunnel turend, wist ze binnen enkele uren, mis ik deze moedermuren en voelde zich verzuren. Prompt was daar het licht, zo barbaars op haar gericht, dat ze voelde het gewicht in ieder nieuw gewricht. Het was nu of nimmer nooit, komt deze kans vergooid, dit zijn dient onvoltooid. Ontnemen van een ooit. Het gepoogde leven geven had haar verse nek gekost. De streng deed haar bevrijden. Haar glimlach stond gedreven. Daar ze kundig werd verlost, was het louter uit haar lijden. Z-
staat hier een vriend van mij, Lennart. En als hij begint met klappen, dan weet je dat je moet. Geen druk verder. Dat zijn er acht. Acht? Ja. Wat leuk dat we dit doen. Oh ja, tijdelijk. Ja. Dit is voor, bladzijde 8, hè? Tijdelijk. Dat is voor op de rouwkaart die je ooit moet schrijven. Gelukkig stierf hij op de laatste dag van zijn leven. Elk ietsje eerder was zonde geweest, al was het maar heel even. Vincent. Ga ik even mijn mouw voor opstropen. Die is leuk als je het boek hebt, lees hem even mee. Vincent, bladzijde 20. De kunstenaar Vincent van Gogh. Hé, ma, pa! Ik zie vooral mijn vader, mijn moeder is 1,25 meter. Dus ma is er ook, toch? Of niet? Ja, oké. Okay. Jij hebt hier een goede plek? Oké. Okay. Moet je kijken. Is dat vet? Mijn ouders hadden nooit zoveel problemen met mij in de puberteit, behalve dat ik altijd glazen op school had en alleen maar deed waar ik zin in. Eigenlijk alle problemen die je kan voorstellen. Maar ze waren altijd heel coulant, want ik schreef natuurlijk heel veel. En dat was wat ik veel liever deed dan naar school gaan of naar... Ik heb school gewoon afgemaakt hoor, maar of dan dingen die ik moest doen. En zij waren altijd heel coulant en dan ga je dat toch lekker dat doen. Mijn vader belde me ooit toen ik op de universiteit zat en zei die de legendarische woorden: wat ben jij nou aan het doen? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Zij stopte toch mee, man. Toen dacht ik, wow, dat kan ook. Dat kan ook. En toen, kennen jullie, jullie komen uit Rotterdam, Derek Otte, de stadsdichter? Ja. Nou, Derek Otte, die ken ik ook goed. Hij doet me de groetjes, want hij heeft nooit zin om te komen als ik ergens spreek. Maar Derek Otte ken ik ook goed. En ik sprak hem precies in die tijd en hij zei, oh, dat studeren. En toen zei ik, man, stop er gewoon mee. Toen zei hij, ja, ik stop er mee. En nu is hij stadsdichter en heb ik ook een boek uit. Ik heb geen punt. Vincent. Stop met studeren en ga naar de stembus. Vincent. Ik dacht aan te verachten klachten en gedachten en trachtte smachtend te wachten op verzachtende gedachten waarin ik me minder minachtte, maar bedacht me. Verkracht me. Ik vind het machtig prachtig. Waarachtig dan een lachkik. Ach, ik lik. Het traanwater schater later uit mijn wonden en wens dat zelf haat en hekelen sneeën hele konden. Dan, gekreukt, in foetushouding, mager, starend in de kamer met gekneusde neus en blauwig als een hartgeslacht kadaver. Lig ik, glad geschoren, lijk een lijkje, pas geboren, God verloren, ben een feestje vol met beestjes, wees en stil, kon je ze horen. Fluisterend en sluipend, kruipend, ruisend, duizend duistere gespuisjes door mijn huisje, juichend en vervuilend. Ik wil schuilen en huilen, zacht als mijn verkrapte lachje. Lachje? Ja, ik schater tonnen tranen, man. Wat dacht je dat ik dacht dan? Want eerlijk, het gaat heerlijk. Zonder gejank, zo van ik ga verkeerd en ik heb me bezeerd. En dat trillen van binnen en grillen van binnen, ik wil het niet meer. Geen pillen, meneer psychiater, laat me mij haten. Kom op het staat me, laat me mijn gang gaan. Laat me maar langzaam traag mijn zalige zieltje verlaten. En praten zo naakt en beschamend. Bang voor de angst van de man met de hamer. Bang voor de klanken die niet meer bestaan, maar... Ja, maar iedereen, gaat maar. Laat maar, ga maar, laat maar daar schreeuwen. Ik meen het, schilder me af, in gevecht, in mijn eentje. Brood nodig, bestook ik mijn ogen. De dood als despoot en boog ik wel overwogen, doch vol onvermogen. Het rood devoot toch regen te bogen. Het opslokken doffe gedonder in donker verdoemende. Die verzonnen volle zon zo zonder pardon verbloemende. Weg met mezelf, hand om mijn strot, opdat God het oplost. Ik snij mijn oor af, ik ben Van Gogh los. Als je verzoekje hebt, mag je hierop, hè? 30! 30? 33. Vreemd gaan. Ja. Ja. Het is een heel rare reactie als het over vreemd gaan gaat. Het is wel autobiografisch. Dat is lelijk, maar dat kan een keer gebeuren. Ik zelf hang het graag op aan het onvermijdelijke, maar het is natuurlijk gewoon maakbaar. Goedemorgen. Je was laat, zeg je als je naast me staat. En je aait over mijn rug, een tikje op mijn kont. Ik draai me om, glimlach terug en poets met jouw borstel de buurvrouw uit mijn mond. 84. Even kijken hoor, 1984 hoor ik. Oh ja, Flits. Dat heb ik ook geschreven voor een liedje. Toen had ik liefdesverdriet van de vrouw met anorexia. Maar dat deed wel zeer. Flits. Het is eigenlijk dus uit een liedje. Ik zit verdrietig en nietig, naakt en naakte plaatjes starend, zielig met mezelf, parend.
in een hoekje, ruikend aan je broekje, zie ik met zaad bezaaide resten jij en ik gescheurd uit fotoboekjes. Het is genoeg. Verdriet moet je verdrinken, de groetjes uit de kroeg. Bescheiden, beschonken, onderweg naar dronken. Vergeet ik wat me lief is, begraaf wat me gegrief is. Huilend glazen gooien, lelijke mensen worden mooie. Dubbel zoveel vrouwen, dubbel dubbel deze aanschouwen. Ik wil jou en jou en jou. Het is genoeg. Ik voel iemand mij mijn bed insjouwen. Wakker, fysiek en ziek, verkracht, vrouwenhoofd op mijn schoot. Zie de foto's van vannacht en bedenk me in een flits dat ik me toen al lam bedacht. Dat ik je eigenlijk niet meer mis. Dat al wist en je weer wist. Dankjewel. Iemand riep 84, hè? 34. Ja, ik zit nu al op... Oh, suicide-rups. Ik kom zo op 34. Suicide-rups gaat over een gewoon dagelijks thema. Een rups die zelfmoord wil plegen. Die is op binnenrijm. Luistert hier wel eens iemand Earl Sweatshirt? Ja. Eén iemand, hè? Ja. Nou, jij wordt een goede dichter. Suicide-rups. Zij zeiden dat zij aan beide zijden van zijde zou zijn. Ben gaan kijken en zonder het besef dat het te laat zou bleken, bleek het al nacht, keek zonder dat ik iets zag en overdag. Ik heb het verdiend. Al had ik beter gekeken, had ik misschien bij het kijken naar haar zijde de zijde nog gezien. Zij had haar zijde al veranderd in kanten van kant, zeiden zij. Want, wat bleek, op de dag nadat ik afgelopen nacht overdag naar wat ik keek, stond in de krant... Koningin der zijde maakt zichzelf van kant. Oh ja. Nou, het plan is als volgt. We hebben de macht om het verhaal over Jezus een andere wending te geven in de geschiedenis. En dat is dit boek vaker verkopen dan de Bijbel, en dan wordt dit de waarheid. Marketingplan van de timmerman. Zeg het je vrienden. Zo was er ooit een timmerman. Zijn zaken liepen niet zo tof. Zodoende kwam hij met een plan dat al zijn zorgen overtrof. Maria, sprak hij opgetogen, jij wordt, en hij leek verblind, door twinkelingen in zijn ogen, moeder van een wonderkind. En zo geschiedde naar zijn zucht dat Jozef zijn vrijage binnen no time had bevrucht. Geheel zonder trucage. Dit was het scenario, zoals hij dat dan had bedacht. Bij hem en zijn Maria werd er dus een kind verwacht. Echter, ja, en hier werd het bijzonder, gemeenschap was er nooit geweest en dus werd dit een wonder. Nou, de mensen in de buurt, zij zouden dit dan horen en als gevolg van dat bij hem een plank of meubel scoren. De leugen ging van stem tot stem, het verhaal ging nu al dondersrap. Zij van Nazareth naar Bethlehem, even pauze van hun grap. Gevestigd in een oude stal, kwam hun zoon ter wereld... omgeven door een vaag drietal van onbekende kerels. Messias zus, godenzoon, men verzon er dingen bij. En zo werd het toen een cycloon. Maar zakelijk was Jozef blij. Hij had nu een grote naam, grote vrienden, grote woning. Ook zijn zoon baden in faam en werd zelfs Jodenkoning. Maar Jozef deelde vaderschap met iemand die het volk verzon. En leefde in de wetenschap dat hij nooit nog vaderen kon. Iedereen had hij als klant. Die missie was geslaagd. Maar door dit was wel de band met lief en kind vervaagd. En toen was daar die opdracht. Voor een grote zak met geld. 3 zware houten kruizen. Pilatus had ze zelf besteld. De kruizen waren af. En dus wilde Jozef trots eens kijken naar het resultaat van deze klus. Die hem zo deed verrijken. Jozef slikt zijn adem in. Ziet zijn eigen vlees en bloed, brandend in de zon, genageld aan zijn drang naar overvloed. Dat is echt rot. 56? Dat is ook lang. Brief aan de vakbond voor monsters. Het gaat ook een beetje over geloven, hè? 'S avonds, vlak voordat hij slaapt. Nadat hij 3 keer heeft gegaapt, gaat bij ons een bel en haasten wij ons snel naar zijn kamers donkere hoeken. Onder truien, achter boeken, onder het bed of in de kast of waar een van ons maar past. Zonder dat hij het ziet, heel zacht, hij hoort ons niet. Wachten af tot het sluiten van zijn ogen en het fluiten van zijn ademhaling, maar het is ons nooit gelukt om hem daar te laten schrikken, van angst te laten stikken.
Want vlak voordat hij slaapt en drie keer heeft gegaapt, vraagt hij vader voor het dromen of er monsters zullen komen. Vader antwoordt luister, brengt zijn stem maar zacht gefluister, zodat wij niet kunnen horen hoe hij ons kwetst, maar onze oren. Vangen op wat hij hem meldt, wat voor naars hij hem vertelt. Zegt dat monsters niet bestaan, monsters hun altijd ontgaan. Dit maakt ons verdrietig en het griezelen zo nietig. En zo gaat het nu altijd. Dus tot onze spijt delen wij u mede dat wij vanaf heden ons werk zullen staken. U ons blij zou kunnen maken als u regelt op termijn dat men gelooft dat wij er zijn. Het is een beetje een Roald Dahl kinderboek, maar de uitgeverij wilde het toch in. Even kijken hoor, zal ik er nog twee doen? 22. Nee, 40 is niet leuk. 22 hoor ik. Nee, dat kan ook niet. 52? Zijn met mij, in het kort. Toen ging het uit met Kim. Ze zegt, je mag huilen, wat je wilt, ik. Knik het weg, slik het weg, wil schreven, maar ben stil. Ik ben het die met stomheid slaat, bij gepraat. Waar een spreker zich verzilverd acht, zwijg ik, gouden kameraad. Maar dit is echt voor jou als je 35 bent en twee kinderen, dan denk je, oh ja. Cadeautje. Gaat weer over de dood als cadeau, maar dat zie ik helemaal niet zo. Maar ja, het staat er nou al. Bladzijde 28. Ik voel me een soort docent als ik dat zeg. Ik ga er ook iemand uitsturen zo. Even wennen moest ik aan mijn streven wensen goesting naar mijn eigen einde lijk. Ik op zijn allerminst weer blij, want kijk wat mij bereikt sinds. Het einde mij uiteindelijk, het einde lijkt, mijn eigen lijk oneigen lijkt. En eigenlijk oneigenlijk oneigen lijkt in oneindigheid. En het nu eindelijk pas een presentje blijkt. 29. Nico Dijkshoorn. Ja, maar dat is alleen leuk als hij het voorleest. Hebben we een Nico Dijkshoorn imitator? Doe je best. Ja, dag. Niet zo'n grote mond, hè jij? Wie is hier nou de docent, jij of ik? Sorry, meester. Ja. Nico Dijkshoorn. Ja, de grap is er gewoon niet als ik het doe, maar ik ga het toch doen. Het schijnt dat lampen rijmt op tampon. Maar als hij het leest, dan klopt het. Oh ja, die is wel goed. 86. Ja, maar deze is goed voor de maatschappij van nu. Het is een oproep tot liefde, maar wel op een manier waarop we elkaar gewoon af en toe eens even een poor kunnen geven. Want eigenlijk beledig ik heel veel mensen hier, maar dan in het kader van mijn hartje. Ik hou van the fact that you're black. Hooray, you bent gay. Even when you are gelovig, then is that zelfs okay. You stand there maar to stink and you have a softer G. Maar let's toch be friends and forget your acne. Hello to yellow, split eye, be the vray. So you have rode a heron, even then tell you may. I like how lelijk you look. You have a peel and a snee. Man, you are really too dick. But then I say ook geen nee. En ja, deel dit gedichtje maar veel. Zet het op Instagram, laat mensen het lezen. Het is belangrijk. Het is niet correct, maar het idee is correct. Hebben we nog één verzoek? Dan doe ik er nog één. Daarna moet ik van de... 49. Ja, maar die is alleen leuk als je meeleest. Dus pak je boek erbij, bladzijde 49. Morgen en zo. Ik heb deze nog nooit voorgelezen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet doen eigenlijk. Is de titel Will See of Will Zee? Will Zee. Will Zee. Voor de nieuwkomers is het briljant hoor, Nel. Zijn er walvissen of niet? Ja, geen idee. Will See. Jullie hebben echt geklapt voor dat. Terug. Het is slecht gesteld met de poëzie in Nederland, jongens. Nee, ik moet mezelf niet onderuit halen. Ik ben briljant. En dat...
Daar kunnen we het gewoon over hebben. Even kijken hoor. Overgewicht. Was ik. Maar dik. Wat houd je tegen? Het overwegen. Ik zeg heel de tijd nog één. De laatste. Roep maar. 48? 30? Oh, the man to be, dat is een leuke. Ja, 14. Wauw, dude. Hey, nou.